geloof dat ik er helemaal ben. Vandaag is het weer tijd voor de donderdag live. En jullie konden kiezen uit Sweet Strawberry of Plantenpost. Hoi hoi, gezellig dat jullie er zijn, leuk. Het is nipt de Plantenpost geworden vandaag. Dat was goed gestemd, super. Leuk. Maar goed, de Plantenpost is het dus geworden. Dit is de kaart die ik met Sweet Strawberry heb gemaakt. En dit is de kaart die ik zo meteen voor jullie ga maken. Met de Plantenpost. En ik heb daarbij onder andere gebruikt de, even kijken, de Expressions in Ink ik weet niet hoe ik dat goed uitspreek. Ephemera Pack. En daar zitten dan 5 van deze velletjes in. Ik zie dat ik eventjes al een blaadje op de grond heb laten vallen wat hierin zit. Dit zijn dus allemaal stansjes. En dan zit er ook nog deze leuke glimmertjes bij. Ik heb natuurlijk ook de stansenset gebruikt. En dan zal ik nog eventjes dit vel laten zien aan jullie. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Met alle stansjes en stempeltjes die in deze stempelset zitten. Dus je kan deze, dit is een blaadje om uit te stansen, maar die kan je dus stempelen en daarna stansen. En zo heb ik dat op die manier uitgebeeld. En dit zijn losse stansjes allemaal. Goed, even kijken, die naar achteren. Dan zullen we eens gauw beginnen. Even kijken, even al deze dingetjes aan de kant. Ik gebruik Soft Succulent als basiskaart, dus die is 14,5 bij 21. En die rul ik 10,5. Even kijken, 10,5, yep. Dan mag die weer aan de kant. Gaat net met alle snoeren hier. En dan rillen we een mooi plat. Ik heb de basiskaart, omdat ik het anders te kaal vond eigenlijk, heb ik een beetje gesponst in dezelfde tint. Dus met Soft Succulent. Ik vind het altijd wel gewoon leuk. Ik leg even dit eronder als platje. Gewoon net eventjes die randjes een beetje extra aanzetten. Gewoon met een stukje spons. Een soort make-up sponsje. Zo, dus net een beetje wat extra. En dan heb ik ook deze op de kaart. En dit is, ik heb hem hier liggen. Dit is paper lettuce, noemen ze dat. Dus een soort trellies van craftpapier is dit. En ik vond dat wel bij de plantenpost passen, een soort trelliescherm. Dus die doe ik er ook gelijk vast op. Ja, daar is die. Niet te gek in de lijn. Beetje mooi rondom. Zo. Dat stuk is vast klaar. En nu gaan we de achtergrondje maken. En dat heb ik
met een stempelblok gemaakt. En dan kan je dat op twee manieren doen. Even de inkten erbij. En dat zal ik jullie ook even allebei laten zien. Het geeft, vind ik, eigenlijk wel hetzelfde effect. Alleen het ene is wat eerder droog dan het andere. Je pakt gewoon een stempelblok. Die stop je gewoon lekker even in je inkt. En gebruik wel even een kladpapiertje, want dit is altijd wel een beetje kliederen. En dan heb ik hem met een spritsertje. Hier zit water in. Sprits ik hem. Oh, moet ik wel de goede kant op schuiven, anders werkt het ook niet, hè. Maak ik hem even nat en laat hem een beetje doorlopen. En dan recht op mijn papier. Dan krijg je een hele mooie achtergrond eigenlijk gewoon. Even een doekje erbij. Die was ik vergeten klaar te leggen. Zo. En dit moet je dus een poosje laten drogen. Want met water, ja, dat duurt gewoon even. Ik leg hem dan onder mijn werkblad, dat hij verder kan drogen. Dat hij mooi glad blijft ook. Maar dat is dus mijn manier. Dit is met water, maar je kan het dus ook met alcohol 96% doen. En dan is die wel sneller droog. Ik vind dat het ongeveer hetzelfde effect geeft, maar dit blijft iets egaler met alcohol. Dus, die spuit ik dan in met die alcohol 96%. Dan laat ik hem ook een beetje lopen. En ook die gewoon recht naar beneden. Op je stemp, op je papier. Kijk, en eigenlijk, ja, ik zie weinig verschil. Behalve dat dit misschien iets egaler blijft in het midden. En hij is minder nat. Dus het is sneller droog. Dat is een voordeel. Nou heb ik natuurlijk al voor jullie voorbereid om te laten zien. Dit is als het droog is. Deze twee zijn met water gedaan en deze twee zijn met alcohol gedaan. Ik vind ze allebei even leuk, alleen deze zijn dus eerder droog. Maar goed, deze die ik dus hier heb klaar liggen, dat is degene met water. Want toen had ik nog geen alcohol toen ik het voorbereidde. En ook dit is met een stempelblokje gedaan. Dus ik heb ze met een klein wit randje er rondomheen afgeknipt. En pas als het droog is kun je erop stempelen. Hè? Want anders dan trekt de inkt, dan zie je hem uitlopen als je dat te snel doet. Nou, deze kan opgeplakt worden. Ik vond dit echt op zich gewoon een leuk effect geven. Met dat je zo zelf een grappig achtergrondje kunt maken. Ik heb hem nu losgeknipt, maar je kan het ook rechtstreeks natuurlijk op een witte kaart doen. En dan, als het goed droog is, daar je plaatje rechtstreeks op stempelen. Ik vond deze tekst wel heel erg leuk. Te gek, een nieuwe stek en dan met plantjes erbij. Dat is toch echt wel heel erg leuk. Goed, dan hebben we de stempel van het plantenpotje. En die stempel ik met Cajun Grace. En dit is zo'n speciale die gelijk een, waar al schaduw in verwerkt zit in de stempel. Dit is gaaf, hè. Ik vind dat echt zo mooi. Nou dan, de plantjes nog. De bloemetjes of de blaadjes. Nou, de blaadjes in dit geval. En die stempel ik met Evening Evergreen. En ook daar zit al gelijk een schaduw in verwerkt. Zo. Die even aan de kant. Ik zal het trouwens daar doen, want anders leg ik er straks precies mijn kaart weer bovenop natuurlijk. Deze, die heb ik uitgestanst.
dat heb ik natuurlijk alvast gedaan, want anders duurde het weer te lang. Dus, dit gaan we hierop plakken. En dat wou ik met dimensionals doen. Deze heb ik ook alvast uitgestanst. Die wil ik dat die ongeveer hier komt. Dus zo. Dan de blaadjes. Zo. Dat is wel genoeg. Ja. Nou, die kan hier mooi zo weer onder. Dan had ik nog die stukjes goudkleurig uit dat ephemera. Nou, ik krijg dat niet uit mijn ephemera pack. Oh, een moeilijk woord. Vraag me niet wat het betekent. Dat kan ik je niet vertellen namelijk. Even kijken. En dan wil ik hier eentje van. Zo. Kijken. Die wil ik eronder. Zo. En dan deze. Die heb ik dus ook uitgestanst. En die heb ik uitgestanst met dubbelzijdig plakvelletje. Ik ben even de naam daarvan kwijt. Maar dat zoek ik nog voor jullie op. En dan hoef je niet moeilijk te doen met lijm. Moet je wel moeilijker doen om het eraf te krijgen. En dan zou je net zien, dat lukt me altijd heel goed. Maar nu natuurlijk niet. Nou ja. Het zou handiger moeten zijn. Oh, ja, daar is die. Kom, werk nou eens mee. Nou, ik weet niet waarom het nou vandaag niet wil. Hier eens een ander stukje proberen. Ja, kom, ik heb ook helemaal geen nagels op het moment, dus... Dan kom je ook niet goed eronder natuurlijk. Nou, ik geef het even op. Ik stans even een ander uit. En dan lijmen we wel gewoon. Want als jullie hiernaar moeten blijven kijken, dan worden jullie niet blij. En ik ook niet. Dus we doen het gewoon eventjes op de ouderwetse manier. Gewoon eventjes met lijm. Zo. Dan gebruik ik die andere gewoon op een andere kaart op een dag dat het wel wil lukken zoals ik het wil. Nou, een beetje lijm erop.
Kijk, dit gaat natuurlijk ook best, maar ja, dat andere was eigenlijk makkelijker. Maar goed, dat doen we een volgende keer. Even kijken, want ik wil eventjes zo. Zo eentje er bovenlangs. Juist. Nou. Zo is de kaart van vandaag dan toch nog klaar. En dan doe ik er nog eventjes een strikje bij maken van jute lint of linnendraad zoals het officieel heet. En neem ik eventjes een dubbel stukje voor. En ik gebruik altijd de konijnenoren techniek. Dan worden over het algemeen, ik durf vandaag geen uitspraken te doen, maar over het algemeen worden ze dan beter, vind ik, dan wanneer ik het op een andere manier doe. En ik vind het altijd leuk om met deze wat dubbel te doen, dat je wat meer body krijgt eraan. En dan nog een gluedotje achter de knoop. En voilà, nu is die echt af. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden om te zien. Vooral die techniek is denk ik wel, kan je op heel veel kaarten gebruiken. Denk ik. En voor volgende week kunnen jullie kiezen uit Butterfly Brilliance of Daisy Garden. Rond 10 uur komt deze op de Facebookpagina en kunnen jullie daaronder weer aangeven wat jullie keuze is. Ik vond het heel leuk dat jullie zoveel hebben gekozen voor deze week. Dus ik hoop dat jullie dat voor deze ook weer gaan doen. En dan nog eventjes mijn stempelclub en workshops aanprijzen. Die zijn, je kan je opgeven nog tot aanstaande maandag. Dit zijn de kaarten van de stempelclub. Een pakketje hiervan kost 10 euro inclusief verzenden. En de workshop is op dinsdag. En dan gaan we deze lampionkaart maken. Ik moest even op het woord komen weer. Een pakketje daarvoor, dan kan je 2 kaarten mee maken. Kost 15 euro. Dat allebei de prijzen zijn inclusief verzendkosten. Bestel je ze allebei, dan krijg je 2,50 korting op het totaalplaatje. En mocht je een bestelling plaatsen bij mij van 50 euro van aan Stampin' Up producten, dan krijg je allebei de pakketjes gratis toegestuurd. Dat was het voor vandaag. Ik ga deze video zo meteen ook uploaden naar mijn YouTube kanaal, dus dan kunnen jullie hem daar ook nog terugkijken. En dat was het al voor vandaag. Dan zou ik zeggen, tot volgende week. Doei doei!